Nou, en hier is het dan, het havencoördinatiecentrum, het HCC. Je begrijpt dat we niet iedereen binnenlaten. Het is goed afgesloten. Het HCC, zeg maar, is het coördinatiecentrum waar het hele havenbeeld voor de havenmeester gemaakt wordt, om het zo maar even plat te zeggen. Naast verkeersplanning doet de afdeling transport en milieuveiligheid, heeft daar het overzicht in de inspecties die uitgevoerd worden. Dus zeg gerust dat de inspecties hier gecoördineerd worden. De meldingen die komen hier binnen, worden hier gecontroleerd en die worden op prioriteit ingeschaald. En eigenlijk worden die meldingen klaargezet voor de inspecteurs buiten. Dus de aansturing van die inspecties vindt hier plaats. Onze mensen die houden zich bezig met controles in verband met milieu en transportveiligheid aan boord van schepen. Zeeschepen, binnenvaartschepen, controles van ladingpapieren, controles van de situatie aan boord van het schip. En alles eigenlijk bedoeld om het hier veilig en schoon te hebben. Naast vlot en beveiligd is schoon en veilig ons aandachtsgebied. Onze mensen gaan met auto's en met vaartuigen langs de schepen in Rotterdam. In het hele havengebied, van de Maasvlakte tot in de stad. Rotterdam is een veilige haven, gebeuren weinig ongelukken. En daar hebben de inspecties van ons, die dragen daaraan bij. Wat je ziet veranderen is dat er vroeger heel streng gecontroleerd werd op papieren en op uitrusting van schepen. Maar we komen steeds vaker tot de conclusie dat de risico's in het verwerk liggen in daar waar mensen werken. De human factor, dus de menselijke fout. En die probeer je eruit te halen. Dus zijn mensen goed getraind, zijn ze zich bewust van veiligheid en milieu. En daar probeer je steeds meer een vinger op te leggen. Het toezicht houden houdt in mijn beleving ook in dat je voorlichting geeft. En dat combineert met een goede gast hier zijn. Dat willen we ook graag. Je komt aan boord als havenmeester, van de afdeling inspectie in dit geval. En je moet die kapitein en zijn bemanning het gevoel geven dat ze streng gecontroleerd worden, maar wel welkom zijn. En dat is denk ik waar onze mensen heel goed in zijn. Nou, we hebben natuurlijk techniek die de scheepvaart in de gaten houdt. We hebben informatie van het schip zelf. Maar misschien de check daarop is altijd die oog- en oorfunctie van zowel de inspecteurs in de auto's als de scheepvaartmeesters op de vaartuigen. En niet te vergeten onze VTS, de verkeersbegeleiders van de verkeersbegeleiding. En dat is denk ik een hele belangrijke rol, die oog- en oorfunctie. Die perende van de haven zit echt, de kennis zit echt bij de mensen zelf. En ik vind dat we die moeten koesteren. Er werken mooie mensen. En het is gewoon een machtig werkterrein.